Oké, daar zijn we weer. Leon Gauthier en ik, Jacco Meijer, in weer een nieuwe MarketTalk podcast. Deze week een redelijk speciale aflevering, want het is de week na de lancering van zowel de nieuwe Affiliate Marketing Revolutie 5.0 als een hele grote marketing update. En ja, die is vorige week maandag is die uitgerold. Nou, nu we dit opnemen is het dinsdag. Ja, het was ook wel hoog tijd. Afgelopen week is die update best goed ontvangen, kan ik zeggen. En het leek ons leuk om het daar zo eens over te gaan hebben. Ja, het heeft altijd best wat voeten in de aarde. Dus ik denk dat het inderdaad, of we dachten dat het wel een leuk idee zou zijn om gewoon eens te bespreken van hoe kom je nou precies op zo'n update? Hoe wordt dat ontvangen en hoe je daar precies mee bezig bent? En wat wel leuk is, denk ik, is dat heel veel mensen die zien het training als een paar video's die dan zijn opgenomen. Maar er gaat natuurlijk best wel wat tijd af vooraf. Waarin je vaststelt wat er precies gecommuniceerd moet worden, op wat voor manier, zeg maar. En ik denk dat dat in de laatste versie zeer goed gelukt is. Ja, nou, ik denk dat dat inderdaad wel nog het belangrijkste is, eigenlijk de voorbereiding ervoor. Dus eigenlijk, tenminste in mijn geval, dan bepalen van oké, wat gaat de insteek zijn? Wat gaat zeg maar de structuur zijn van de video's die je gaat opnemen? En als je die eigenlijk eenmaal hebt staan, ja, dan is zeg maar zo'n nieuwe versie is, ja, eigenlijk redelijk snel gemaakt. Dan eigenlijk wat je daarna nog de meeste tijd in steekt, is alles klaarzetten, zeg maar, in het ledengedeelte. Ja. Ja, want zelfs met de video's, je probeert zoveel mogelijk video's op zo'n manier op te nemen. En dat is denk ik ook een beetje de insteek geweest in de AMR 5 ten opzichte van 4. Dat de vijfde AMR niet meer een, hoe noem je dat? Een meeklik videoreeks wordt, zeg maar. Dus Nee. dat het veel meer gaat om de theorie die gedeeld wordt, die op gewoon eigen platformen toe te passen is. Dus dat het veel meer ingaat op de. Ja, op De de flyer. informatie die erachter zit eigenlijk, de know-how inderdaad. Ja. En het is wel grappig om te zien dat je probeert dus zoveel mogelijk die video's op te nemen, dat het continu relevant wordt. Maar ondertussen heb ik nu voor de video's die ik heb opgenomen al twee video's die ik opnieuw moet opnemen, omdat er dan iets in een bepaalde situatie is aangepast, weet je wel. Ja. Dat is wel. Ja, dat is wel vervelend soms. Maar ik denk ook dat de AMR5 wel heel sterk is in het feit dat het nu veel meer is opgedeeld in kortere deelvideo's. Waardoor het ook heel makkelijk is om te zeggen dat je een bepaalde video dus vervangt. Maar ook voor iemand om gewoon die specifieke video met die handelingen te volgen, zeg maar. Ik denk Ja. dat dat wel heel sterk is. Ja, dat denk ik ook. En zo is het ook expres wel opgenomen. Want we zagen toen ook met de vorige versie, of misschien versies, dat volgens mij was toen net ook de AMR 4.0 opgenomen. Dat heel die marketingvideo's in gedaan. En toen kwam er een hele grote, wat was het, Gutenberg-update volgens mij. Ja, klopt. Ja. Dus je had hem Ja, en eigenlijk voor opnieuw. Analytics hebben we hem ook wel eens gehad. Google Ja, klopt. Analytics, ja. En dan is het eigenlijk allemaal niet meer relevant. En wat jij zegt van, nou goed, AMR 5.0 is wel echt zo opgezet. Van ja, ik laat wel zien hoe je het doet. Maar onthoud goed, weet je wel, dit is waarom je het doet. En wat we heel vaak zagen in die vorige video's van AMR 4.0. Dat bijvoorbeeld dat een knopje, een menuknopje van, in plaats van bijvoorbeeld van linksboven naar rechtsboven was gegaan of zo. Dat een heel veel mensen dan ineens niet meer wisten van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Of wat moet ik nou eigenlijk doen? En dat proberen we heel erg weg te nemen door echt ja, te focussen van dit is wat je moet doen, dit moet het doel zijn en ga dit doen. En het zou goed kunnen dat als je nu deze video kijkt, dat misschien die knop anders staat, maar onthoud niet of onthoud waarom je het doet en waar je eigenlijk naar op zoek bent. Ja, ik denk dat dat heel erg de insteek is. Kijk, of dat nu zijn vruchten al afwerpt, is denk ik moeilijk om te zeggen. Maar ik denk dat jij ook, net als ik, in de mailbox de afgelopen tijd wel een aantal trends hebt gezien in vragen die gesteld worden. Die nu met die nieuwe videoreeks, als het goed is, minder zouden moeten terugkomen. Eentje daarvan is bij mij bijvoorbeeld over wat jij ook zei, die Gutenberg-update, dat mensen geen widgets meer in de footer kunnen plaatsen. Ja. Zelf denk je. Dat is heel eenvoudig, want je komt nog steeds bij die footer uit en je kan er nog steeds dingen inzetten. Maar ja, omdat dat de vorige insteek was, zijn mensen echt specifiek op zoek naar die informatie, omdat ze anders bang zijn dat ze iets missen eigenlijk.
Ja, dat hopen we nu verminderd te hebben. Ja, maar goed, ik denk, om even een stapje te maken, dat het best goed ontvangen is. We zien, ten eerste zien we heel veel nieuwe aanwas, zeg maar, op AMR en op marketinggebied. Zeker, dat ja. De community echt super druk is en dat dat gewoon goed ontvangen wordt. Volgens mij hebben we nog niet echt reacties gehad van mensen die niet tevreden zijn of wat dan ook. Of, ja, of misschien iets anders wat niet goed ontvangen is. Dus ja, ik kan wel zeggen, denk ik in ieder geval, dat het goed ontvangen is. En natuurlijk de ledengedeelte wat vernieuwd is qua layout en qua structuur. Ja, het is natuurlijk altijd wennen en daar zijn wel wat vragen over geweest. Maar ja, weet je, op het moment, dat gaat dan weer terug op dat deel voorbereiding. Dat is misschien ook wel leuk voor mensen om te weten hoe dat dan precies gaat. Wat ik straks ook zei, je bent best wel lang bezig met dingen voorbereiden voordat je het überhaupt naar het grote publiek gaat uitrollen. En net als het uiterlijk van de community slash forum, hebben we in voren al gekeken wat de andere optie is en daar een beetje in rondgetest om überhaupt maar eerst vast te stellen of dit is waar de community naar op zoek is eigenlijk. En ook zodat je zelf al deels kan leven hoe die nieuwe situatie is. Dat stel je krijgt een vraag, dat je gewoon direct weet hoe dat kan. Dat je niet met z'n allen er blanco in gaat. Het zou heel onhandig zijn als iemand inderdaad de vraag zou stellen van, ja, ik weet niet hoe ik in de nieuwe situatie precies een topic kan maken. En dat je dan reageert van, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Zullen we even moeten uitzoeken met z'n allen. Ja, dus, klopt, wat je zegt, die voorbereiding is denk ik... Die is gewoon heel belangrijk, ja. Heel belangrijk, inderdaad. En dat is ook wat mensen natuurlijk ook niet zien. Is ook logisch, maar... Het is niet alleen even de video's opnemen en that's it. Maar goed, dus met de marketing update, natuurlijk ook van jouw gedeelte, is de voorbereiding nog, ja, misschien nog 10 keer zoveel geweest. Ja, ik denk dat uiteindelijk de hele ontwikkeling tot aan live van die nieuwe module, dat misschien bijna wel een jaar is geweest. Ja. En dan is het niet per se altijd een jaar volledig erop zitten, zeg maar. Soms ook gewoon eventjes een tijdje laten rusten om te zien of het na een paar maanden nog steeds relevant en werkend is. Maar daar zit inderdaad ook een heel proces bij met nu dus ook voor de nieuwe AMR een hele videoreeks opgenomen van 1,5 uur uit mijn hoofd. Maar ook testen met een beperkte groep mensen om te kijken of het ook daadwerkelijk... ja, werkt wat er gemaakt is. Ja. En daar zit heel veel tijd in, inderdaad. Ja, nee, absoluut. En jij, want volgens mij, jij had dit wel een soort van ook klaargezet. Hè? Toen wij zeiden van nee, we gaan lanceren vorige week maandag. Toen was het voor jou, zeg maar, knopje drukken en live gaan. Ja, klopt. Ja, wat dat betreft zijn dingen nooit last minute klaar. Dat vind ik zelf geen fijn idee. Soms heb je te maken met deadlines. Nou, gelukkig kunnen wij daar zelf wel redelijk in schipperen, zeg maar. En in principe stond het meeste al klaar. Dat heb ik van tevoren, het weekend ervoor, zeg maar, heb ik dat al live gezet. Zodat op de maandag zelf, dat mocht er iets verkeerd gaan, dat je dat alvast... in voren hebt getrokken, zeg maar. Oh. Nou, gelukkig was deze livegang, was er niks aan de hand. Maar ik kan me ook nog wel herinneren, ik weet niet meer precies wat het was. Was het niet met de livegang van de AMR 4 of van Marketeam 2? Dat ineens in Zeeland gewoon geen internet was. Dat zijn dan weer van die dingen. Kijk, daar kan je natuurlijk niet tegen handelen. Maar op het moment dat je daarom kan lachen, omdat de rest van je voorbereiding toch wel goed is, ja, dan weet je ook wel dat het goed is, zeg maar. Ja, klopt. Ja, ik weet toen inderdaad, toen was de stroom was uitgevallen. Stroom, ja. En normaal gesproken doe ik altijd mijn iPhone gewoon opladen, weet je wel, gewoon 's nachts. En toen had ik het toevallig niet gedaan. Anders had ik hem gewoon op de hotspot kunnen zetten, weet je wel. Ja. Maar toen was mijn telefoon ook nog eens op 3-4% of zo. Ja, ik kan me nog herinneren dat jij me inderdaad een berichtje deed. En dat je dat zei. En dat ik ook zei, ja, Jacco, hele leuke grap. Maar doe nu maar eventjes niet net zo voordat we live willen gaan. Ja. En toen stuurde jij volgens mij ook een printscreen van je telefoon. Dat die op 3-4% was. Ja. Toen uiteindelijk, ja, je hebt toen wel snel gehandeld door naar een café te gaan of zo, toch? Dat je daar een hotspot had. Ja, toen naar een restaurant gegaan. Ja, precies. Dat je daar je stroom en je dingetje had. Ja, dat is ook grappig.
Ja, maar dan is dus deze update is eigenlijk super goed verlopen volgens ja, mij. Ja, zeker, zeker. Ik denk ook dat wat je toen straks ook zei, het was ook tijd om naar een nieuwe versie te gaan. En dat heeft misschien ook eventjes geduurd. Maar ik denk dat het ook heel erg tijd nodig heeft gehad om echt vast te stellen en te bepalen waar de doelgroep en welke doelgroep überhaupt nou precies welke behoefte heeft gehad, zeg maar. Ik met de AMR4 nogmaals was dus heel erg de insteek om een meeklikreeks op te nemen. Maar nu blijkt toch dat de behoefte veel meer ligt aan echte kennis vergaren en dat op een eigen manier toepassen. Yes. Dus ik denk dat dat wel een schot in de roos is voor deze tijd Ja, eigenlijk. wat ik wel heel grappig vind, en jij ziet ook wel een beetje de doelgroep die nu op de AMR binnenkomt op dit moment dan. Ik sprak gisteren een gast en die was dus ja, zeg maar 2 weken geleden met de AMR aan de slag gegaan. En die, dat was nog de AMR 4.0. En hij kende daarvoor het model affiliate-marketing nog niet. En ineens, hij keek dus de video's van de affiliate-marketing-revolutie en hij dacht bij zichzelf van, hey, wat ik gewoon ga doen, ik ga gewoon al mijn vrienden, ga ik gewoon een appje sturen van, hey, ik koop deze cursus en ik ga al hier geld verdienen. Ja. En op die manier had hij echt in 2, 3 dagen of zo, had hij 1.000 verdiend. En denk ik van, ja, weet je, het is niet helemaal de manier van hoe je het gaat doen, maar en je hebt je cursusgeld, heb je weer eruit verdiend, weet je wel. Ja, zo is het wel. Het is weer een beetje zoals in het begin, hè? Dat je in plaats van dat je affiliate toepaste door echt een website te gaan schrijven en het te promoten binnen een doelgroep die echt relevant is, om het meer binnen je eigen kringen te zien. Het is net als met die like- en deel-acties wat dat betreft. Ja. Wat jij ook zegt, het is misschien niet de beste manier. Je moet er wel goed over nadenken of je dat moreel technisch een goed idee vindt. Maar ja, de mogelijkheden zijn er wel natuurlijk. Ja, en je leert van, oké, dit is affiliate marketing. Op die manier kan ik het dan toepassen. En hij heeft het dan gewoon op zijn eigen manier dat dan soort van tijdelijk toegepast. En ik vind, ja, goed, je hebt wel gewoon voor jezelf wel die skill geleerd. Je ziet dat je op redelijk makkelijke manier geld kan verdienen. Nou, ga dit nu gewoon verder opschalen en verder voor jezelf optimaliseren. En misschien is voor hem inderdaad wel, weet je, dat ik zie hem nu heel erg goed op Instagram en op TikTok, zie ik hem al pagina's maken. En blijkbaar, dat voor hem werkt dit. Ja. Voor mij zou dat niet werken. Ik wil echt een website hebben en dat op die manier groeien. Maar voor hem werkt het wel. En denk ik van, ja goed, dit is dan wel de manier hoe jij, dus de gast is 14 jaar of zo, meer geld verdient dan denk je dat je leeftijd. Ja, en zoals die dus niet specifiek is omschreven in de AMR zelf. Dus er is met de kennis die er aanwezig is, is er dus wel een door iemand een manier gevonden om het alsnog toe te passen. Ja. En dat is natuurlijk wel interessant. Zo hebben wij ook wel eens meerdere verhalen gehoord van mensen die, ja, ik ga het niet per se benoemen wat de opties zijn, zeg maar. Maar die ook op een wijze dan gaan promoten dat je denkt, oh ja, dat is eigenlijk best slim en eigenlijk precies hetzelfde wat de bedoeling is. Maar toch net even dat stukje anders, waardoor het weer een nieuwe markt of een nieuwe manier van werken kan aanboren. Ja. Ja, en ik denk dat de nieuwe AMR daar alleen maar meer in kan betekenen, ja, zeg maar. Dat mensen zelf ook wat vrijer gaan denken in de mogelijkheden. Ja, dat denk ik ook aan. Dat zie ik nu ook wel een beetje al gebeuren. Dat is wel grappig om te zien. Want wat je eigenlijk vooraf eigenlijk nooit zag, of tenminste niet heel vaak was, is je ziet nu echt wel dat mensen in 1 of 2 weken of zo, dat ze al gelijk commissies verdienen. Ja. Dat nu ook een beetje, het is niet bij iedereen zo, maar dat je nu al wel topics ziet van, hey, ik heb nu geld verdiend, hoe lang duurt het voordat het van Pepro naar mijn klopt, ja. Dus dat is wel echt heel leuk om te zien. Terwijl in het begin met de AMR 1.0 was het nog van, weet je wel, mensen geloofden niet dat je geld kon verdienen op internet. En nu zit je al een beetje van, wat is nu de juiste manier en hoe krijg ik snel mogelijk het geld van affiliate netwerk naar mijn bankrekening toe? Ja. Ja, dat zijn inderdaad, ik zit ondertussen een beetje te denken wat je aangeeft. We hebben nu primair best een grote buzz in een hele jonge doelgroep. Ja. En ja, dat is natuurlijk ook wel iets waar je heel bewust van moet zijn. Dat op het moment dat, ja, wat wij aanbieden, dit is geen oplichting, maar je ligt wel heel snel, hoe zeg je dat? Je bent heel, heel kwetsbaar, zeg maar. Ja. Op het moment dat het iemand niet lukt, dan is het maar gelijk oplichting. En dat is wel iets waar je ook heel goed voor moet waken voor jezelf, bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ik heb nu steeds vaker heb ik wel mailtjes van mensen die dan bijvoorbeeld zeggen, die zijn dan nu vaak ook jonger,
ik heb me aangemeld, maar ik kan niet inloggen. Ik voel me nu wel opgelicht. Dat je dan ook zelf gewoon probeert de rust daarin te bewaren. En dat je aangeeft van, joh, dat je niet kan inloggen is vervelend. Maar je mailt me nu en ik neem de tijd om je te helpen, zeg maar. Dus ja, om het dan gelijk oplichting te noemen, dat wil ik niet zeggen. Ja. Je merkt inderdaad dat die sceptici, die blijft gewoon altijd wel aanwezig. Ja. Vandaar dat het ook belangrijk is om gewoon je producten te blijven updaten en heel transparant te kunnen zijn in de community die je hebt. Dat je op die manier inderdaad ook met andere leden kan laten zien dat hetgeen dat gebeurt gewoon echt is. Ja, ik geloof dat is inderdaad heel belangrijk. Maar ja, nu momenteel hebben we echt een stroom van 13, 14-jarigen. Ja. De vraag is een beetje, ja, wat wil je dat? Maar ja, je kunt het niet echt tegenhouden. Nee, en ik denk dat het ook interessant is voor jezelf om toch ook, kijk, als je ziet hoe zij bezig zijn met social media, dat is een markt die wij zelf, wij als doelgroep, om het maar even zo te zeggen, dus dan heb je het over de leeftijd tussen de 25, 35-jarigen, die zijn lang niet zo actief op social media zoals de jonge garde dat nu is. Dus die hoef je ook niet te gaan uitleggen wat TikTok is en hoe je daar iets mee zou moeten doen, zeg maar. Zij weten dat veel beter dan dat wij dat weten. Nee, klopt. En dat is ook wel leuk om te zien. Want eigenlijk die TikTok-formule eigenlijk op in de AMR 5.0. Er zit nu TikTok-module en Instagram-module. Daar ben ik eigenlijk achtergekomen doordat ik een affiliate van de AMR op die manier... Ja, dus ISG zou gaan promoten. En ik denk van, hey, ik zie zijn affiliate ID. En ik denk, het is gewoon mega veel commissies. Gewoon heel simpel met een TikTok-pagina. En aan de hand daarvan ga je dat onderzoeken, weet je wel. En ik ben zelf niet echt de grootste fan van social media. Maar ik dacht van, hey, dat is super interessant, weet je wel. Hoe hij dat doet. Super simpel, super snel. Dus ja, dat is dan wel leuk. Omdat dan eigenlijk leer je dan soort van indirect ook weer van andere mensen. Die dus... jouw technieken als het ware op een andere manier gaan toepassen. Ja. En dat is leuk om dat te zien. Ja, je merkt toch dat social media dan heel erg gericht is op meer de korte termijn commissies, zeg maar. Gewoon heel snel, heel direct op je doelgroep zitten en gelijk die koopintentie opwekken en ook gelijk realiseren, zeg maar. Dat is wel, het is sowieso een heel bijzonder iets. Alles wat ik op school heb geleerd wat te maken heeft met reclame en promotie, dan heb je het altijd over herhaling. Dat dingen minstens 5 keer terug moeten komen voordat een koopintentie is opgewekt, zeg maar. Ja, als je ziet hoe snel dat op social media behaald kan worden, dan is dat bewijzen van in 1 post gewoon gebeurd. Dat zijn budgetten en dingen waar menig medialandschap nog van zou kunnen genieten, wat dat betreft. Ja, absoluut. Ja. Het is, het is leuk om te zien die wisselende tijden, zeker. Ja, dus wat dat betreft gaat allemaal een stukje sneller. Even kijken, misschien nog even leuk om te bespreken. Dus AMR stond online vorige week maandag. We zijn beginnen van deze voorbereiding van de podcast. Misschien ook leuk om te hebben van, hey, wat is, we hebben dat dus beide opgepakt. Nou, ik ben dan zelf een soort van een beetje semi-offline gegaan. Alles stond goed. Ik zag dat alles ook wel goed stond en ik van, weet je wel, ik laat het gewoon een beetje over me heen lopen en ik verzamel al feedback op en vervolgens ga ik volgende week, dus deze week, die feedback verzamelen en daar zo wat mee doen. Jij was zelf wel gewoon online. Heb jij daar zo nog aparte dingen of speciale dingen in gezien? Nee, wat dat betreft merk ik aan mezelf dat ik altijd gigantisch overschat hoeveel respons er is. En dat klinkt minder heftig dan dat ik dat bedoel. Maar er zijn een aantal mensen geweest die gemaild hebben van... Die bezig zijn geweest gelijk met de nieuwe update. Maar voor mijn gevoel altijd, en ik denk dat dat ook iets is om juist een bepaalde veiligheid in te kaderen... Probeer ik een update door te voeren met de gedachte dat 100 man mij kan mailen de dag erna. Dus dat ik gewoon bereikbaar moet zijn en moet zorgen, wat ik dus straks ook al zei, dat je zelf al antwoorden paraat hebt, zeg maar. Dat je gewoon goed kan zorgen dat je je product kent en op het moment dat iemand daar vragen over heeft, dat je daar antwoord in kan geven. Ja. Maar achteraf, als ik dan kijk dat ik niks hoor, dan denk ik alleen maar, dan zijn de video's en de update... vanzelfsprekend genoeg geweest. Dus dan heb je het juist goed gedaan, zeg maar. Ja, klopt. En dat is dan ook een stukje voorbereiding wat je dan daarna dat je goed krijgt, inderdaad. En kijk, jouw video's waren ook super goed, super uitgebreid. Ik denk ook inderdaad van, ja, als je er geen vragen over krijgt, dan zal het vast ook wel goed zijn. Precies, dat is ook zo.
met de AMR 5.0 dus ook van kwamen niet echt dingen die misgingen of zo, weet je wel. Er was één video die dan dubbel stond. Die dubbel stond, ja. Dat is ook opgelost nu. Dat is ook opgelost en dan geef je aan van, goed, volgende week wordt het gefixt. En voor de rest waren het niet echt grote dingen wat mis was. Er zijn altijd dingen die wel blijven. Zoals ik ben dan nu een semi-groot ding tegengekomen dat de bol.com API in marketing herschreven moet worden. Ja, ik had er een mailtje voorbij zien komen, maar verder nog niet uitgebreid naar gekeken. Maar bol.com heeft echt een week voordat wij de video's live hebben gezet, besloten om met een nieuwe versie van hun API te werken en eigenlijk de oude direct al niet meer te laten werken. Oh. Ja, daar moet je dan eventjes wat mee. Maar dat blijf je altijd houden, dat soort dingen. Oh. En dat is ook aan ons de kunst om gewoon te zorgen dat de producten, de video's gewoon bijblijven en dat ze relevant blijven. Ja. Klopt. Oké. Maar goed, ik denk dat we zo wel het meest besproken hebben van de nieuwe updates. Ik denk het ook, een leuke inzage over wat wij nou precies zien op het moment dat er iets geüpdate is. Ja. En ik denk dat dat leuk is om gedeeld te hebben. Oké, okay. Dat denk ik ook. En ik hoop dat de luisteraar het ook vindt. En ik heb verder niks meer toe te voegen. Denk jij ook niet? Nee. Oké, okay. Ja, top. Nou, dan gaan we deze podcast afsluiten. En dan wil ik iedereen ook weer van harte bedanken voor het luisteren van de podcast. Nou, heb je vragen, opmerkingen of ideeën aan de hand van deze podcast, laat het zeker ons weten. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En we zien je weer in een nieuwe Markt Talk podcast.